Hoi, leuk dat je weer kijkt naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben er weer met mijn favoriete producten van de maand juli dit keer. Ik blijf me elke keer verbazen hoe snel een maand voorbij gaat. En dat het alweer tijd is om dit soort video's op te nemen. Ik heb echt een hele volle bak. Er liggen zelfs wat producten naast. Dit is de bak. Dus ik denk dat we ook gewoon snel gaan induiken met wat hierin zit. Ik zal ook weer even de producten swatchen, omdat ik weet dat een aantal van jullie dat heel erg fijn vindt om te zien. Dus mocht je benieuwd zijn naar welke producten ik heel erg fijn vond van de maand juli, zou ik gewoon even zeggen, kijk gezellig mee met deze video. Ik begin maar gewoon gelijk met drie producten die bovenop liggen. En dat zijn drie oogschaduwpaletjes van het merk Soda. Dit zijn Mermaid Eyes oogschaduwpaletjes. Ik heb hier allereerst een paarse. Ik heb een blauwe. En ik heb een oranje. Dit zijn eigenlijk quattro paletjes. Er zitten vier kleuren in. En ze hebben een Ocean Glow. Het is 4-in-1. En She Shellish. Ik vind de verpakking heel erg leuk. Het is een beetje holografisch. En je hebt hier gewoon het merk. En er staat dan een zeemeerminnenstaart op. Ik weet niet of het heel lekker zichtbaar is voor jullie. En ja, ik vind de paletjes heel leuk vormgegeven. Ze zijn verder gewoon gemaakt van karton. Nou ja, dikke prima. En dan begin ik even met het oranje paletje. Ze zijn onwijs poederig. Hier zitten dus vier kleuren in. En die spiegel vind ik heel erg leuk. Want het is een schelpje. Hier heb ik vier kleuren. Deze kleuren heten Ursula, Coral, Ricky en Fishtail. En deze paletjes die hebben echt heel veel pigment. Ik zal ze ook even gaan swatchen. Zodat je ook eventjes kan zien. Ik heb hier de eerste twee kleuren van dit paletje. Ik weet niet of het heel erg lekker overkomt op de camera. Kijk, dit zijn ze. De swatch lijkt niet zo heftig, moet ik zeggen. Ik zal jullie eventjes wat scherper zetten. Kijk, dat zijn deze. Je moet deze kleuren een beetje opbouwen. Ik vond de swatches op zich er al heel goed uitzien. En toen ik het palet zelf ging gebruiken, toen was ik helemaal overtuigd. Omdat het pigment echt heel goed was. De kleuren zijn dus ook wat poederig. Waardoor vaak het een goed teken is. Waardoor een palet heel veel pigmentatie heeft. En dat zijn ze ook echt. Het zijn ook wel kleurtjes die bij elkaar passen. Je kunt ze natuurlijk los gebruiken. Je kunt ze in een ooglook gebruiken die je combineert. Wat ik altijd doe. Maar ik vind het wel heel leuk. De paletjes hebben verder geen naam. Je kunt ze eigenlijk alleen uit elkaar houden. Door de kleuren. Dit is trouwens 002. Dus dat is allereerst de paars of de oranje variant. En dan heb ik hier de paarse. Nou, het paletje is verder helemaal hetzelfde. Dit is dan de 003. En deze heeft dit soort kleurtjes. Ook heel tof. Beetje blauwachtig en roze zitten in. En ja, deze kleur kan ik niet helemaal thuis brengen. Lijkt een beetje bruinachtig. Deze hebben de naam Glow Babe. Sunset, Wave en Treasure. Nou, wat ik wel jammer vind, de paletten ziet er niet heel mooi meer uit. Maar dat kun je dus zien vanwege die van de Fallout. Ik zal ook deze weer even swatchen. Die zal ik dan eventjes hiernaast doen. Dit zijn de allereerste twee kleuren. De blauw komt op camera niet zo heel mooi over. Maar die was echt ook heel erg mooi. En dan heb ik deze. Misschien dat je bij de swatches denkt van, oh, ik vind ze nog niet eens zo heel erg pigmentvol. Maar tijdens het aanbrengen van de producten bouw je het echt heel erg op. Dus toen waren de ooglooks echt heel erg mooi. Mocht je nou benieuwd zijn hoe die ooglooks zijn geworden, kan je altijd even op mijn blog kijken. Want daar staat natuurlijk de volledige review op. Maar ik ben gewoon heel erg enthousiast over deze paletten. En dan heb ik de blauwe variant. En dit is dan de 001. En deze heeft ook echt hele leuke kleuren. Echt wat meer gewaagder wel. Ik zal ze gelijk even swatchen. Kijk. Ja, ik vind ze echt heel tof. Deze ernaast. Die andere zie je niet zo heel erg goed. Kijk. Dit zijn dan de kleuren. Ja, ik ben niet zo goed in recht zwartjes zetten. Ja, ik vind het gewoon echt ook weer wederom hele toffe kleuren. Omdat ze gewoon echt ja, best wel leuk bij elkaar passen. En ze
ja, er goed uitzien. Deze hebben de naam trouwens Sand, Lagoon, Deep Waters en Beach. Hele leuke paletjes met leuke namen. En ik vind dat Soda echt leuke producten heeft. Dus ik was heel enthousiast over deze drie paletjes. Dan heb ik een lipgloss van Catrice. En dit is de Generation Plump & Shine Lip Gloss. Deze heb ik in de kleur 100 Glowing Tourmaline. Dit is een long-lasting lipgloss met een plumping effect. En deze heeft dus een beetje gouden accenten erin zitten. Dit is het verpakkingje. Heeft een basic applicatortje. Je hebt deze in verschillende kleuren. Gewoon zo'n applicator. En zo ziet hij eruit. Het is op zich wel een heel erg leuk kleurtje. Nu zie je bij het zwartje de gouden pigmentjes niet zo terug. Maar die zag ik op mijn lippen wel heel mooi terug. Dat vond ik wel leuk aan de lipgloss, dat hij dat extraatje had. Want vaak vind ik het bij lipgloss een beetje lastig. Omdat het vaak niet heel veel naast kleur heel veel doet. Ja, het geeft een glinstering. Maar ik vond deze wel heel erg mooi. Wat ik ook... gewoon leuk vond zijn dus die gouden effecten. En dat maakte de lipgloss voor mij wel speciaal. Dus dat is deze. Dan heb ik de Betty's Jade Roller. Dat is deze. Dit is zo'n roller die, waarmee je de cirkels om je ogen kunt verwijderen. De donkere plekken. Het voelt heel relaxed aan op je gezicht. En het stimuleert ook de bloedsomloop in je gezicht. En dan krijg je weer een naturele glow van. En je huid zou er wat elastischer van worden. Ik had dit zelf eigenlijk nog nooit geprobeerd. Je kunt trouwens ook de crèmes en oliën en serums beter laten opnemen doordat je deze gebruikt. Ik weet dat ze deze verkopen van hele dure merken. Ik heb deze gewoon bij de Action vandaan voor volgens mij nog geen 2 euro of 2,50 zoiets. Ik weet de precieze prijs, weet ik niet meer. Er zit ook een gebruiksaanwijzing in. Dat is gewoon een heel kort blaadje met wat extra informatie. En dan is dit de roller. Je hebt een grote kant die dus heel fijn is voor dit gedeelte van je gezicht. En de onderkant is heel erg fijn voor het gedeelte onder je ogen. Dus je kunt dan gewoon dit doen. De steen voelt ook heel erg koud aan. Ik vond het echt heel erg verkoelend werken. Ik vond het echt heel erg ontspannend. En ik was ook super benieuwd naar dit product. Omdat ik ze dus van meerdere merken al wel eens had gezien. Maar de prijs niet echt leuk vond. Ze hebben hem wel in één kleur. Hij is er alleen in het groen. Maar ja, ik vond het echt wel een heel erg leuk dingetje. Voor eigenlijk een super goedkoop prijsje. Naar elke gebruikersbeurt moet je hem wel eventjes afnemen. Maar het is gewoon, ja, het is een beetje een stukje ontspanning. Waar je gewoon wel blij van wordt. Dus dat is dan de Jade Roller van Betty's, die dus te koop is bij de Action. Dan heb ik een foundation. En dit is de Infallible 24 Hour Matte Cover Foundation van L'Oreal. Dus mijn eerste foundation van L'Oreal. Ik had nog nooit een foundation daarvan gehad. Dit is de 110 Vanille Rose. Dit was de lichtste kleur die ze bij mij bij het kruidvat hadden. Dus ik weet niet of er nog een lichtere kleur is. Heeft een hoge geconcentreerde pigmentatie en een hele lichte textuur en zou een hoge dekking bieden. En je moet hem even schudden voor gebruik. Dus ik ga hem ook even schudden omdat ik hem even ga swatchen voor jullie. Hij is mij heel goed bevallen. Hij rook eigenlijk aangenaam. Ik vond de dekking ook echt heel erg mooi. De kleur paste ook goed bij mijn huid. Net wat ik zeg, ik wist niet zo goed wat ik moest verwachten van een product van L'Oreal. In de zin van foundation, omdat ik nog nooit had geprobeerd. Maar hij is me echt heel goed bevallen. Omdat de dekking gewoon echt heel, heel top is. Hij heeft gewoon een kleine opening. En ik zal hem even swatchen. Ik heb hem even op mijn hand aangebracht. Hier zie je hem. Dus dit is hem. En ik zal hem even een beetje uitsmeren. Zodat je een beetje het idee hebt wat de kleur doet.
En hij ligt best wel licht op de huid. Dus het is niet een hele zware foundation. En dat vind ik wel heel erg fijn. Ik heb vaak wel het idee dat sommige foundations best wel zwaar op de huid liggen. Maar dat had ik bij deze dus totaal niet. Dus dit vind ik echt een aanrader. En ik weet ook zeker als deze op zou zijn dat ik hem weer zou kopen. Omdat ik hem gewoon echt heel erg fijn vond. Dus dat was een hele goede aankoop. Dan heb ik van Essence 2 Contour Duo Palettes. En dat zijn deze. Ik hou heel erg van contourpalettes en ik gebruik ze dan ook met liefde. En ik heb hem voor de lighter en de darker skin. Het zijn basic paletjes gemaakt van kunststof met gewoon een transparante deksel met de tekst erop. Deze is dan voor de lighter skin. Om gewoon te shapen eigenlijk. Ze hebben twee kleuren. Ik zal ze zo even swatchen. Ik heb zelf wel deze kleur gebruikt. Want deze vind ik te licht voor mijn huid. En ik was ook een beetje bang dat de lichtere variant voor de lichtere huid ook te licht zou zijn voor mij. Ondanks dat ik best wel een lichte huid heb, vind ik het mooi als een contouring opvalt. Dat mag voor mij best wel aanwezig zijn. Daar was ik een beetje bang voor. Maar het heeft me echt heel erg positief verrast. Ik heb hier de twee kleuren. Je ziet heel duidelijk dat deze echt mooi donker is. Deze is echt wat lichter. Dus vandaar dat de donkere kleur voor mij ook echt wel een beetje de voorkeur had. Ik heb ze ook een beetje gemengd gebruikt. Maar ik bleef toch wel bij de donkere kleur. Ze blenden makkelijk in. En het is gewoon leuk dat er twee kleuren in zitten. Zodat eigenlijk voor elk huidstype er wel eentje past. Dus dat is de lichte variant. Dit is dan de 20 Darker Skin. Nou, verder eigenlijk hetzelfde verhaaltje. Je hebt twee kleuren poeders. Ik zal ze ook even swatchen. Kijk, deze hebben dan allebei wat meer pigment. Ik ging wel weer zelf voor deze kleur, omdat ik het iets mooier vind. Deze vind ik dan net iets te licht. Misschien voor de zomer zou ik dat wel heel fijn kunnen vinden als ik bijvoorbeeld een BB cream gebruik. Dan hoeft het allemaal niet zo zwaar. Maar over het algemeen ga ik wel meer voor de donkere kleuren. Maar dat waren zijn echt twee hele goede palettes. Het is ook wel leuk dat ze gekozen hebben inderdaad voor twee varianten. Maar ik had ook geen voorkeur, want ik vond ze allebei eigenlijk heel erg mooi. Het is net waar ik zin in heb. Heb ik een beetje zin in een wat zwaardere contouring, zou ik de donkere pakken. Heb ik zin in een beetje contouring, pak ik de lichtere. Maar twee hele leuke kleuren waar voor mij toch wel de donkere kleuren echt uit springen. Dus twee hele leuke paletjes ook. Dan heb ik een nagellakje van Catrice. En dit is de Gold Effects Nail Polish. En dat is deze. Dit is de kleur 07 Luster Seduction. Heel leuk nagellakje. Hij heeft een dubbel dopje. Het is een nagellakje. Het is een beetje een paarse kleur met glitter. Heeft een basic applicatortje. Niet heel bijzonder. Hele leuke kleur. Eén nadeel vind ik wel. Hij bleef niet lang zitten. Hij is echt van korte duur. Want ik had echt na één dag al chips. Dat vond ik wel heel erg jammer. Nou ben ik dat gewend van lakjes van Catrice en Essence. Ik denk echt als je van de longlasting nagellakjes bent. Dat je gewoon echt de duurdere merken moet hebben. Dat vond ik één nadeel. Maar ik vond de kleur wel fantastisch. En helemaal de glittertjes die in deze kleurtjes zaten. Die kwamen zo mooi over op de nagels. Waardoor ik hem echt geweldig vond. Dus dat is dit leuke nagellakje. Heb je ook in verschillende kleuren. Ik heb zelf ook al een ander kleurtje. Maar deze vond ik ook wel heel erg tof. Ik ben een beetje zoekende. Dan heb ik wederom van Catrice een product. En dat is de Eye Matic Dip Liner. In de kleur Deep Black. En dat is deze. Dit is een eyeliner die de naam 010 It's Black Friday heeft gekregen. Het is een diep zwarte eyeliner met een dipapplicator. Voor het makkelijk aanbrengen van je eyeliner. Hij zal extra longlasting zijn. Nou, dat tipje, de tip, die vond ik ook echt geweldig. Want dit is echt een hele strakke tip. Hij is echt heel stevig. Dat is iets waar ik heel erg van hou. Hele stevige tip. Ik zal hem eventjes swatchen. En dit is de kleur. Je kunt er eigenlijk hele fijne lijntjes mee zetten. Je kunt er ook wat scherpere lijnen mee zetten. Maar ik was heel erg onder de indruk van de applicator. Hij bleef goed op zijn plek zitten. Liep niet uit. Droogt ook heel snel. En dat vond ik echt wel heel erg fijn. Dus dit vond ik echt zo'n fijne eyeliner. Dus
Ja, deze kan ik ook zeker aanraden voor een eyeliner. Want hij is gewoon heel fijn. En zoals je kan zien, hij is nu al droog. Ik heb hem net even aangebracht. Hij is nu al droog. En je kunt er gewoon ook heel makkelijk een wiem mee trekken. Dus dat is deze eyeliner. Ik ga eventjes een beetje zoeken. Want ik heb dan nog wat verschillende producten. Ik heb nu wat producten uit een limited editie of een trend editie moet ik zeggen van Essence. En dat is de Watch Your Fruit Moods. Ik heb hier allereerst een Refreshing All Over Mist. Dat is deze. Deze bevat SPF 15 en heeft een grapefruit geur. Zit 50 ml in. Het is best wel een klein flesje. Heet de naam 01 Fruit Up Your Energy. Het is een refreshing mist die je eigenlijk zowel voor je gezicht kan gebruiken als over je hele lichaam. Ik heb ervoor gekozen om hem alleen op mijn gezicht aan te brengen. Omdat ik denk, ja, over je hele lichaam dan is het eentje sprayen en het hele ding is leeg. Heel fijn. Hij heeft ook een fijne verstuiver. Die geur is ook zo lekker. Het is zo jammer dat we nog geen geuren kunnen overbrengen. Super fijne verstuiver. Heel erg lekker spreetje. Echt gewoon heel verfrissend. Heerlijk die geur. Ik heb hem eigenlijk gewoon een beetje gebruikt. Ook misschien een beetje over mijn make-up heen. Maar echt heel erg lekker. En mijn make-up liep er ook niet van uit. Dat is allereerst deze spray. En dan heb ik nog een spray. En dit is een mini fixing spray. Dat is deze. Deze heeft de naam 01 Keep Calm and Cocoa On. Dit is een spreetje die heeft dus een lichte kokosnotengeur. Ik ruik hem niet echt heel erg terug. Ik ben zelf ook niet heel erg van het kokosnotengeurtje. Maar het is wel een heel subtiel geurtje. Het is eigenlijk een hele schattige verpakking die ook heel erg handig zou kunnen zijn om mee te nemen. Hij hield mijn make-up eigenlijk prima op zijn plek. Heeft ook wederom weer een fijne verstuiver. Waardoor je eigenlijk prima je gezicht ermee kan insprayen. Ik ben nooit iemand die hele lage fixing spray aanbrengt. Gewoon een beetje, weet je, ik hoef niet stijf te staan van de fixing spray. Maar echt ook een hele fijne. Ik vind het eigenlijk jammer dat hij een mini variant is. Want hij is best wel fijn. En ik had hier best wel een grote verpakking van willen hebben. Dus die was ook heel fijn. Dan heb ik ook twee nagellakjes. Dat zijn mini scented nail polishes. En dat zijn deze. Ik heb hier allereerst de 01 Let's Melange Together. En het leuke aan deze nagellakjes zijn dat ze een geurtje hebben. Deze rook naar watermeloen. Nou, eerlijk waar. Ik heb mijn nagels ermee gelakt en ik heb de hele tijd zo gezeten. De geur was zo lekker. Het is echt, ja, het is jammer ook dat deze een mini variant is. Hij heeft een basic applicatortje. Kun je prima je nagels mee lakken. Het is gewoon een beetje, het is gewoon iets anders. Het is niet de pure nagellakgeur die je hebt, maar het is gewoon echt een watermeloengeurtje. Superleuk kleurtje, roodachtig, daar hou ik dan wel van. Dus dat was allereerst deze. En dan heb ik ook de 02 en dat is Be My Main Squeeze. En deze ruikt naar grapefruit. Ook zo lekker. Ook echt, oh, ik ga weer even ruiken. Oh, die geur. Bij deze eigenlijk hetzelfde verhaal. Het zijn ook wederom weer lakjes die niet super lang blijven zitten. Maar de kleuren hebben me zo verrast. En ook de geuren waarvan ik ze echt geweldig vond. Waardoor ik dacht, ja, jullie komen echt bij mijn favorieten. Want ze zijn echt geweldig. Echt heel erg leuk gedaan. Van deze kleuren mogen ze bij mij best wel grote uitbrengen. Omdat ze gewoon echt super lekker zijn. Dan heb ik ook uit die collectie een jelly primer. En deze heeft ook een watermeloen scent. Dat is deze. De verpakkingen zijn best wel klein. Hier zit 25 ml in. Dit is de 01 Be the Coolest One in a Million. Dit is een hele lichte primer. Met een lichte structuur. En heeft ook een cooling effect. En hij maakt je huid heel erg glad. Waardoor je je make-up gewoon heel makkelijk kan aanbrengen. Het was mijn eerste ervaring met een jelly primer, maar hij was echt geweldig. Hij heeft gewoon een kleine opening. En ik zal hem een beetje aanbrengen. Echt een heel klein beetje. Oh, die geur. Kijk, dit is hem. Je ziet ook wat meer dat dit een jelly structuur is. Het is me niet tegengevallen. Ik vond het echt heel erg fijn. Gewoon de geur, mijn make-up bleef er prima mee zitten. En het voelde ook echt een beetje verkoelend aan. En het was gewoon echt een heel fijn product. Echt een lekker zomerproductje.
Dus ook echt heel fijn. En dan had ik nog een heel klein mini setje met lippen. Een mini lipset moet ik zeggen. Dit is een 01 Let Be Your Mood Swing. Zit in een verpakkingje. Hier zaten twee producten in. Allereerst heb ik hier een mini jelly lipgloss. Dat is deze. En ja, prima lipglossje. Het is gewoon eigenlijk een lipgloss. We hebben niet heel veel over te zeggen. Ik vond de kleur vooral heel erg leuk. Heeft een schuine opening. Wel jammer dat dit ook een mini variantje is. Even kijken hoor, waar hebben we nog plek? Ik moet wel zeggen, de zwart is wat heftiger dan dat je hem op je lippen aanbrengt. Omdat je hem meer uitsmeert. Maar zo ziet hij eruit. Echt een heel leuk kleurtje. Heeft ook weer die pure watermeloengeur. Echt, ik ga hier zo lekker op. Dat was die. En ik heb dan een mini liquid lipstick. En hoe schattig is deze? En deze moeten ze echt uit gaan brengen in een grote variant, deze kleur. Want deze kleur is geweldig. Bleef heel mooi zitten. Het is zo'n schattig dingetje. Want kijk deze applicator, hoe kort die is. Beetje lastig met aanbrengen, maar wel super schattig. En dit is de kleur. Nou, hier ga je toch goed op. Tenminste, als je ervan houdt. Ik hou ervan. Ik vond hem echt geweldig. Het is echt ook een heel erg leuk lipsetje. Essence, breng wat van deze kleuren uit in grote verpakkingen. Het hoeft geen limited of trend editie te zijn. Maar voor het standaard assortiment zijn deze kleuren echt super leuk. Dus ik zou zeggen, doe hier wat mee. Want dit is echt geweldig. Dan ga ik door met een oogschaduwpalette van de Action. En dit is het Infinity Beauty Moonlight Eyeshadow Palette. Die ziet er zo uit. Ik vind de verpakking al super gaaf. Want je krijgt een beetje een sterrenstelsel effect. Hier zitten 12 intercollecting colors in. En het zijn baked eyeshadows. Dus ze zijn een beetje bol. Hier achterop zie je de kleuren. Ze hebben ook namen gekregen. De namen zijn Triton, Charon, Titania, Tethys, Porteus, Umbriel, Ombron, Titan, Leptus, Angeladus, Calecto en Mimas. Het grappige is, ze hebben allemaal verschillende ingrediënten. Dus de ingrediënten staan hier op een rijtje, omdat ze elk dus een ander ingrediënt hebben. Maar we gaan natuurlijk naar de paletten zelf. Mooi groot spiegelding. Er valt nu gewoon een kleurtje uit, zie ik. Maar waar komt die dan vandaan? Oh, hier. Dat is een beetje jammer. Die heeft een beetje losgelaten. Dus ik ga hem niet te schuin kunnen houden. Ik ga hier even zo neerzetten. Kijk, dit zijn de kleurtjes. Superleuk paletje. Mooie kleurtjes. Je moet ze wel een beetje opbouwen. Het zijn niet de standaard kleuren waarvan je denkt, oh, dit gaat echt lekker. Je moet ze echt een beetje opbouwen. Ik ga er even een paar voor je swatchen. Ik kon hem dus nu even niet schuin houden, omdat dus één kleurtje een beetje het had begeven. Ik zal gewoon even een aantal kleurtjes pakken, zodat je een beetje een idee hebt van wat dit paletje doet. Dit is de pigmentatie. De pigmentatie lijkt op het eerste gezicht niet heel erg geweldig. Maar je moet deze kleuren wel echt opbouwen. Ik weet ook zeker als je bijvoorbeeld je kwast zou insprayen met een fixing spray. Dat de kleuren een stuk heftiger worden. Dus ik vond het echt wel een heel erg leuk paletje. Ondanks dat je wat meer moet opbouwen. Vind ik dat niet zo erg. Vind ik het paletje wel echt een aanrader. Gewoon, het is leuk vormgegeven. Dus ik vond het echt een fantastisch paletje. Dus dat is deze. Heel erg leuk ook. Dan heb ik nog een aantal producten uit een limited editie van Catrice. En dat is de Sungasm. En dat zijn onder andere een Summer Glow Make-up Setting Mist. En dat is deze. Dit is een lichtgewicht spray met die je make-up gewoon zet. En ook nog een kleine Summer Glow zou geven. Hier zag ik zelf niet zo heel veel van terug. Heel lichtjes. Maar hij is echt wel heel fijn. Hij heeft een fijne verstuiver. Hij heeft verder niet echt een geur. Maar mijn make-up bleef hier wel heel goed door zitten. En het voelde gewoon heel prettig aan om deze aan te brengen. De glow was dan wel minimaal. Hij gaf hem iets. Maar ik vond het wel een heel erg fijne spray. Dus dat is allereerst deze. Dan heb ik ook een Pore Refining Tinted Mousse. En dat is deze.
Deze heeft geen naam gekregen. Het is een slightly tinted mousse. En het is best wel een heel lichtgewicht product. Het geeft geen volledige dekking als wat een foundation geeft. Maar ik vind dit soort producten wel heel fijn voor de bijvoorbeeld wat warmere dagen. Dat je toch wat kleur wil hebben, maar niet per se helemaal eronder gewoon een hele dikke laag wilt hebben. Dit is de opening. Dus ik zal het een beetje aanbrengen. Het is, je merkt ook echt dat het een mousse is. En ik ben eigenlijk niet zo gewend aan mousses in een zo'n verpakking. Want die zitten vaak in een potje. Kijk, en dit is dan de kleur. Ik heb hem hier nu wat uitgesmeerd. Dus ik weet niet of die op camera heel lekker overkomt. Maar ik vond hem wel heel erg mooi. Het heeft me wel heel erg verrast. Ik vond het ook wel heel prettig aanvoelen op de huid. Ondanks dat de dekking niet optimaal is, vond ik het wel een heel fijn product. Dus ja, daar heb ik ook wel plezier van gehad. Dan heb ik ook nog Illuminating Bronzing Pebbles. En dat zijn deze. En hier was ik in eerste instantie een beetje sceptisch over. Want ik dacht, goh, dit gaat toch niet voor mij werken. Maar wonder boven wonder gaf hij dus echt wel kleur af. Er zitten verschillende pareltjes in. Oh, wacht even. Ik zal even dit dopje erop laten. Anders kan ik het niet schuin houden. Kijk, dit zijn de pareltjes. Heel erg leuk. Ik zal ook even een beetje swatchen. Het is een beetje lastig met parels. Ik vind het ook altijd een beetje lastig om dit... ja, echt lekker aan te brengen. Ik heb nu wat op mijn huid. Hij is heel licht op camera. Maar je ziet hem wel. En als je hem opbouwt, vond ik toch het effect heel erg mooi. Dat had ik niet verwacht. Ik had echt verwacht dat ik dit helemaal niks zou vinden. Maar mijn verbazing was toch anders. Want ik vond ze toch wel heel erg mooi. En ook wel heel erg fijn in gebruik. Ondanks dat ik altijd een beetje een soort van haat-liefdesverhouding heb met dit soort producten. Voelt deze toch wel in hele goede smaak. Dus dat zijn de Pebbles. Dan heb ik nog twee Illuminating Bronzers. En dat zijn deze. Ik heb deze in de 01 Golden Ecstasy en CL2 Bronzed Euphoria. Hele mooie producten. Ik zal beginnen met de eerste kleur. Het zijn gewoon basic doosjes. Zo ziet hij eruit. De tekst staat er ook gewoon in. Vind ik heel erg leuk. Maar het pigment van deze jongens. Echt eventjes. Kijk. Hoe mooi. En dit is dan de lichte kleur. Vond wat ik echt heel erg verrast over. Ik vond hem echt heel erg mooi. Omdat ik toch eerder neig naar donkere kleuren. Goed uit te blenden ook. Echt, ja, hele fijne producten. En dit is dan de tweede. Verder hetzelfde doosje. En die heeft dus een iets donkerdere gloed. Zoals je kan zien. En ook deze is geweldig. Ja, is net een tintje donkerder. Maar evengoed wel heel erg mooi. Dus echt hele mooie kleuren. Gewoon echt hele mooie producten. Dus ja, ik vond ze echt heel fijn. Ik ga ze echt nog heel vaak gebruiken. Dus heel fijn. En het laatste van die collectie. Dat is misschien nog wel het bijzonderste. Ik zie hier een klein beetje oogschaduw liggen. Door naar het laatste product uit die collectie. En dat vond ik misschien nog wel de allermooiste. Dat is deze Face & Body Highlighter. Het is een hele grote verpakking. Hier zit ook echt wel gewoon 28 gram in. Maar de pigmentatie was wederom geweldig. De tekst erin vind ik ook weer heel erg leuk. Maar het gaat mij echt gewoon puur om het resultaat. Ik ga hem gewoon even dus flink opsmeren. Want dit heeft gewoon... kijk hoe mooi! Hij is een beetje poederig, maar hij is zo geweldig, die kleur. Echt, ik was zo verrast toen ik dit had gefotografeerd. En dan maak ik swatches. En ik dacht echt, wauw, dit vind ik echt geweldig. Echt een top product. Echt, ik ben helemaal om. Ik vind hem echt super geweldig. Helemaal blij mee. Dan ga ik door naar een oogschaduwpalette van Revolution. En dat is het Flawless 3 Resurrection Ultra Eyeshadows Palette. Zit in een heel leuk doosje. Op de achterkant staan de kleuren. Nou, had je ook gehoopt waarschijnlijk dat dit doosje, als ik hem open kreeg, ook gewoon
heel roze zou zijn. Dat viel een beetje tegen. Want kijk, hij is wel mooi roze. Hij schijmert heel erg, want je durft de camera erin. Maar ik had gehoopt dat hij echt heel erg roze zou zijn. Maakt niet uit. Ik vind het even goed een mooie palet. Hè? Zwarte achterkant, maar het gaat natuurlijk om het product erin. En dat ziet er zo uit. 32 kleurtjes, grote spiegel erin. Hoe geweldig is dit paletten. Echt, de pens zijn wel wat klein. Ik had wat grotere pens verwacht. Maar desondanks vind ik ze echt heel erg mooi. Ik zal weer eventjes een paar kleurtjes voor jullie opnemen. Om te swatchen, zodat je echt een beetje wat verschillende kleurtjes hebt. Kijk, dit is de pigmentatie. Ik heb wat lichtere kleuren gepakt. Ik heb twee donkerdere kleuren gepakt. Zo mooi. Goed op te bouwen. Echt. Ik was echt heel erg verrast. Want het is echt een palet waar je veel looks mee kunt maken. Of je nou van de zachtere kleuren houdt. Of een beetje van de hardere kleuren. Wat fellere kleuren. Het is gewoon echt heel goed te doen. En je kunt echt heel veel kanten met dit palet op. Dus ik vond hem ook echt wederom weer geweldig. Dit palet heeft me ook echt wel weer gewoon heel erg verrast. En ik weet wel dat Revolution over het algemeen echt goede oogschaduwpaletten maakt. Maar deze heeft wel ook wel weer echt mijn hart gestolen. Dus die ga ik ook echt weer met heel veel liefde gebruiken. Dus ook echt top. Dan heb ik 5 lipsticks van Patrice. En dit zijn de Demi Matte lipsticks. Ze zien er zo uit. Ze hebben ook echt een matte verpakking. Ze zijn gewoon zwart. Ik heb hier de kleur 020 Moss Flattering Petal Pink. De lipsticks blijven heel goed zitten. Brengen heel fijn aan. Voel je prettig aan op de lippen. Ondanks dat ze mat zijn. Sommige lipsticks die hebben de neiging om wat uit te drogen. Dat had ik bij deze totaal niet. Dan is dit de kleur. Super leuk. Ik zal even swatchen. Als we nog plek hebben. Ja, we hebben gewoon plek. Dat is dit kleurtje. Ik was helemaal verrast. Ik vind het echt super fantastisch mooi. Echt fijne lipsticks, fijne structuur. Mooi aan te brengen en ook nog eens goed blijven zitten. Nou, dan heb je bij mij al de bon geslagen. Dan heb ik de kleur 090 Forbidden Moth. Dat is een beetje zo'n kleurtje. Die gaan we gewoon even ernaast swatchen. Die is dan iets donkerder. Maar ook fantastisch. Ja. Je weet nu wat ik van de lipsticks vind. Dus ik laat je nu vooral gewoon even de kleuren zien. Dan heb ik hier de kleur 050 Buzz Up. Ook zo mooi. Beetje roodachtig. Oh, ik hou hiervan. Kijk nou eens hoe geweldig. Hij zit een beetje in de andere, maar ik vind hem zo mooi. Echt. Ja joh, ga lekker bij liggen. Dan hebben we 060 Rouge Lala. Donkerrood. Oh, I love it. Kijk. Lekker rood. Goede pigmentatie hebben deze hoor. Echt fantastisch. En de laatste kleur die ik heb, dat is een 070 From Rose With Love. En dat is deze. Dat is deze. En ook deze. Is fantastisch. Ze zijn ook echt lekker smooth. Ze brengen gewoon echt lekker aan. Dat is deze kleur. Super fantastische oogschaduw of lipsticks. Misschien had ik er nog wel eens een keer een paar bij gaan kopen. Want ik ben helemaal enthousiast over deze. Ze zijn echt top. Dan ben ik ook gelijk toe aan de twee laatste producten. En dat zijn wederom twee oogschaduwpalettes. En dit zijn de Ironic Iconic uitschuldige shadow palettes van Miki. En deze komen van de Action. Ik heb allereerst hier een roze variant. Dit is de 613 Rose Storm. Dat is deze. Er zitten 12 oogschaduwtjes in. Je kunt ze nat en droog gebruiken. Ik gebruik ze eigenlijk altijd droog. De verpakking zelf vind ik niet heel bijzonder. Hij is gewoon wit. Dat oog misschien wat goedkoper. Maar het is ook een heel goedkoop paletje. Op de achterkant staan de kleurtjes. Dat is wel leuk. Maar dat kun je natuurlijk niet zien in een doosje. En ja, je moet het echt een beetje doen met de voorkant. Er zit ook een dubbelzijdig applicatortje bij. Dit zijn de kleuren.
De pens vind ik niet zo heel handig, want ze zijn een beetje recht, dus ik vind het dippen een beetje moeilijk. Maar de pigmentatie vind ik daarentegen wel weer echt geweldig. Ik pak weer even een paar kleurtjes op. Moet ook alleen even gaan kijken waar we dit gaan plaatsen. Hoe doe ik dit? Kijk, dit is het roze palette. Kijk die pigmentatie, die gaat gewoon echt heel erg lekker. Echt, ja, fantastisch goed op te bouwen. Ook weer meerdere kleuren mogelijk. Het zijn wel weer de wat heftigere kleuren waar je van moet houden, zoals ik altijd wel zeg. Maar ja, op het algemeen vind ik ze gewoon heel erg goed. En ik ben echt verrast hoe Action hun make-up zoveel verbetert. Het is echt, als ik dit vergelijk met een paar jaar geleden, is Action zoveel vooruit gegaan met hun make-up. Dat is echt gewoon fantastisch. Dus dat is dan de roze variant. En ik heb dan ook een paarse variant. En dit is dan de 621 Cloud Dancer. Het is wel weer precies dezelfde verpakking. Kijk, ook weer gewoon basic wit. Op de achterkant staan de kleuren weer. En dan zijn dit hier de kleuren van. Zoals je kan zien zijn ze best poederig. Want je ziet wel goed waar ik in heb gedipt. Maar oké. Laten we weer eventjes wat zwartjes pakken. En dan doen we een wat lichter kleurtje ook. Waar gaan we deze weer doen? Deze doe ik wel even op mijn hand. Kijk. De pigmentatie lijkt iets minder. Maar dat is die niet. Want zodra je het op je oogleden aanbrengt, is het echt geweldig. Nou kun je dit palet dus zowel droog als nat gebruiken. Dus ik denk als je bijvoorbeeld je kwast een beetje zou insprayen met wat fixing spray, dat de kleuren misschien nog heftiger worden. Maar ik vond ze zo al heel erg mooi. Ja, ik ben echt heel erg verrast door de vernieuwde make-up producten bij de Action. Want ze zijn zo veel beter geworden. Ik ben ook echt heel erg blij met deze paletten. Ik denk dat ze misschien 2 euro kosten. Misschien iets meer. Maar meer dan dat. Ja, 3 euro is de max. Laat ik het zo zeggen. Hoger zal het niet zijn. Ik kon de precieze prijzen ook niet meer terugvinden. Want ik kon ze niet meer vinden op de website. En ik had het bonnetje niet meer. Maar ik vind ze echt geweldig, beide. Ook hier kon ik geen onderscheid in maken, want ik vind ze gewoon beide mooi. Ze hebben beide iets anders en het is net welke kleur je aanspreekt. Maar ik vond ze dus allebei gewoon echt heel erg fantastisch mooi. Dan waren dit alweer mijn favoriete producten van jullie. En ik ben zo blij met al deze producten die het hebben gehaald tot de favorieten. Want ze zijn zo geweldig. Ik ben benieuwd of jij misschien een van deze producten hebt getest. Of dat je nu denkt, goh, ik ben naar het product benieuwd. Er zaten natuurlijk wederom weer wat trend en limited edities bij. Zoals ik altijd zeg. Ja, de kans is heel groot dat die al niet meer te koop zijn. Wie weet nog in een afprijzingsbak dat je er nog wat van kan terugvinden, mocht je er benieuwd naar zijn. Maar meestal gaan trend edities en limited edities best wel hard, dus die vliegen er best wel doorheen. Maar ik ben echt gewoon weer heel erg blij met deze producten. En het leuke is ook altijd, alles belandt in een mandje. En als ik deze video ga opnemen, moet ik zelf ook altijd weer even kijken. Oh ja, of dat er ook weer in. Maar dat is wel extra leuk. Dus ja. Ik ga deze producten weer met heel veel liefde nu gebruiken, nu ze in mijn stash terug kunnen. Ik wil je voor nu in ieder geval bedanken voor het kijken naar deze video. Mocht je nieuw zijn op mijn kanaal en wil je geen video meer missen, kun je je gratis abonneren. Door op het rondje met mijn gezicht te drukken of even op mijn kanaal zelf. Daar staat ook dat notificatiebelletje en als je die aanzet, krijg je een melding zodra er een nieuwe video online komt. Hoef je niks meer te missen. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog en ik hoop je in ieder geval bij de volgende video weer te zien. Doei!